goed onderzoeksplan is heel erg belangrijk. Goede voorbereiding is de helft van het werk. Daar komt het op neer. En ik maak zelf gebruik van een schrijfplan, een outline, met bovenaan de centrale vraagstelling. En daaronder ja, de inhoudsopgave van het werkstuk. En bij elk hoofdstuk staat dan een deelvraag vermeld en een paar bullet points van thema's die in dat hoofdstuk aan bod moeten komen. Voor mij werkt dat heel goed. Dus ik vind dat een goede voorbereiding voor je begint met schrijven, dat het proces veel makkelijker maakt. Zodra je het echt gaat omzetten in onderzoek, ja, dan wil je niet lukraak in het wilde weg wat doen, dan wil je dat met een strategie doen. Dan wil je volgens een bepaald vooropgezet plan, beredeneerd, waar je keuzes in gemaakt hebt, wil je te werk gaan. En dat helpt je ook om de zaak in stapjes in te delen en uitvoerbaar te krijgen. Anders heeft het onderzoek geen begin en geen einde. Dus om te zorgen dat je met een heldere richting en een helder doel voor ogen aan de slag gaat, op zo'n manier dat het een resultaat oplevert, moet je volgens een strategie, volgens een plan, volgens een soort van routebeschrijving aan de slag gaan. Want zonder routebeschrijving raak je in het bos hopeloos verdwaald. Het nut van een schrijfplan, dat is heel simpel, dat biedt structuur. En dat heb je nodig. Als jij een werkstuk gaat schrijven, dat is best wel ingewikkeld vaak. Dan weet je misschien nog niet helemaal wat de kop en de staart van het werkstuk zal zijn. Maar als je een schrijfplan hebt, dan heb je in ieder geval een soort handvat.